Van harte welkom, dit is weer een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten. We praten straks met Nathan Gadissen over TTIP, wat dat is, hij gaat het uitleggen. En met Laurens van Spuy, de wethouder onder andere belast met financiën. Nu aangeschoven in deze aflevering van het Koetshuis, Laurens van Spuy. Laurens, van harte welkom. De perspectievennota, de jaarrekening, er is van alles gepresenteerd. Tevreden wethouder? Ja, er is weer een enorme berg werk verzet. We hebben weer de pijlstok erin gehouden van hoe het met de financiën gaat. Dat doen we altijd in deze tijd. En daar zijn weer mooie dingen uit naar voren toegekomen. Het bestaat uit drie elementen, de financiële stukken. Eén, terugblik op het afgelopen jaar, 2014, jaarrekening. Eén, hoe het nu gaat, het lopende jaar, 2015. Ja, zitten we op schema? Bij de eerste voortgangsrapportage zitten we op schema met de uitvoering en met geld. En kijkend naar de toekomst, in de opmaat naar de begroting 2016 en verder, dat is de perspectievennota. Leg even uit, voor mensen die dat helemaal niet weten, hoe dat nou precies in elkaar steekt. Want het gaat over jaren die geweest zijn, tijden die nog gaan komen. En hoe staan we er nu voor? Nou, de jaarrekening 2014 die liet een positief resultaat zien van enkele miljoenen. Dan moeten daar altijd twee kanttekeningen bij geplaatst worden. Boekhoudkundig worden soms voorzieningen omgezet in reserves en andersom. Dat is een heel technisch gebeuren, maar daar verandert de stand van zaken eigenlijk niet mee. En het tweede wat er gebeurt is van dat soms niet alle werkzaamheden op 31 december kunnen zijn uitgevoerd. Dat soms nog wat doorloopt in het nieuwe jaar en dat geld moet worden meegenomen. Nou, haal je dat er allemaal van af, dan hou je echt een behoorlijk bedrag over. Dan willen we nog een aantal kwaliteitsverbeteringen doen in de organisatie, met verplichtingenadministratie, nou, gewoon goed financieel in control te zijn en te blijven. En dan hou je nog 1,1 miljoen over vrij te besteden, zeg maar. Nou, dat heeft de Raad ook van gezegd, van daar moeten we voor zorgen dat met alle onzekerheid die er is in de toekomst, daar moeten we zoveel mogelijk van in de algemene weerstandsreserve van stoppen. Dat hebben ze ook gedaan. Er is ruim een miljoen euro naar die algemene weerstandsreserve gegaan. Dus dat is puur voor, zullen we maar zeggen, het vet op de pot. Ja, appeltje voor de pot. Die voortgangsreportage, hoe ziet dat eruit? Nou, de voortgangsrapportage van 2015 die staat wel diep in het rood. En dat heeft eigenlijk maar één grote oorzaak. Dat is dat het Rijk nog eens een keer heeft gemeld dat ze nog een greep uit onze kas doen. Dat is voor dit jaar, het lopende jaar, 1,2 miljoen. Nou, daar hebben we ons dus totaal niet op kunnen voorbereiden. Nee. Dus dat is geld wat ingehouden wordt door Den Haag. En dat komt doordat we de systematiek kennen van samen de trap op en samen de trap af. Dat klinkt mooi, wat houdt het in? Samen de trap op is als het Rijk meer uitgeeft, doordat geld aan gezondheidszorg besteedt of onderwijs, of gaan ze maar door, of aan uitkeringen, dan krijgt de gemeente ook meer geld. En als het Rijk minder uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook minder geld. Je ziet op rijksniveau de economie wat aantrekken. Dat heeft bijvoorbeeld positieve effecten bij het Rijk op belastinginkomsten. Ze krijgen meer geld binnen. Ja. En daardoor hoeven ze minder uit te geven aan andere zaken. Baart jou dat zorgen? Nou, dat baart me in die zin wel zorgen. Is van toen we komen uit een economische crisis. Toen had het Rijk gezegd van ja, we gaan nu meer uitgeven. Dan krijgen de gemeenten opeens wel heel veel extra geld. Dat doen we niet, dat bevriezen we. Dus op die manier, toen het slecht ging, toen het Rijk meer moest uitgeven, hebben wij geen extra geld gekregen, hebben ze het juist bevroren. En nu het Rijk het wat beter afgaat, nu ze wat minder uit gaan geven, nu het financieringstekort erin terugloopt, zeggen ze van ja, daar gaat de gemeente in meedelen, gaan we samen weer de trap af. En dat is natuurlijk wel buitengewoon jammer, want nou ja, op rijksniveau, op landelijk niveau voel je die economische verbeteringen wel als eerste en juist een gemeente. Met in Tiel ook heel veel mensen in de bijstand. Natuurlijk als het economisch goed gaat, gaat de gemeente Tiel dat op een gegeven moment ook merken. Maar juist een gemeente met veel bijstandklanten, die merkt dat juist aan het einde van de rit, die gaat daar later in meedelen. En we krijgen nu al wel samen de trap af systematiek ingevoerd.
Dus er kan dit jaar gewoon weer 1,2 miljoen terug naar Den Haag. En dat hakt de flotiel gewoon flink in. Nou, dat is een effect. Onze voortgangsrapportage nu komt uit op ruim min 7 ton. Dus ja, dat moeten we nog ergens gaan goedmaken dit jaar. Ja, heeft de wethouder financiën ideeën? Of zegt hij gewoon van nou, dat is aan de raad? De vraag is in hoeverre je alles kunt beïnvloeden. Volgens mij moeten we met nieuwe uitgaven in dit jaar voorzichtig zijn. En op die manier proberen die 7 ton om te buigen in ieder geval nul. We hebben wel eens vaker in de min gestaan in de tussentijd. Maar we proberen natuurlijk ook onderuitputting te krijgen bij de gemeentefinanciën. Zodat we straks bij de jaarrekening over dit jaar weer in groene cijfers staan. Maar ja, makkelijk zal dat niet gaan. Dat zal blijken. Er is in Tiel best al wel wat uitgegeven, hè, de laatste jaren. Denk aan de Westluiderspoort. En zo heb je natuurlijk nog een aantal andere mooie projecten, waaronder de Rijksscholengemeenschap. Gefeliciteerd daar trouwens mee. Het effect daarvan is natuurlijk dat er voor in de toekomst ook minder uitgegeven kan worden structureel. Ja, daar verkeert Tiel nog zeker in een luxe positie. Zeker ten opzichte van de gemeente in de regio en daarbuiten. In onze begroting, in onze vooruitblik naar de komende jaren, ramen we ieder jaar in onze begroting 2 ton structureel geld aan nieuwe uitgaven en 2 ton incidenteel geld. Dus op die manier, ook al is het met jarenperspectief redelijk beperkt, staat dat rond de nul, heb je alsnog geld om nieuwe investeringen te doen. Maar dat heeft alles te maken met het verleden, dat u bijvoorbeeld niet actief heeft ingezet op de verkoop en aankoop van grondposities. Nou ja, in het verleden heeft Tiel dat niet gedaan. Geen actief grondpolitiek gevoerd. Nee, daar kon heel veel geld mee verdiend worden, maar ook heel veel mee verloren. Kijk bijvoorbeeld naar Geldermalsen. Zeker, we hebben in Tiel niet veel risicovolle gronden liggen dat afgeschreven moet worden of met rentebetalingen. Dus ja, een paar jaar terug wees iedereen nog naar het voorhoofd. Ja, want Tiel is gek. We laten geld liggen, maar we hebben nu ook de risico's niet. Dat scheelt. Ja, dat is natuurlijk ook prettig werken. Ja. Als wethouder financiën, hoe zie jij die toekomst? Nou, die toekomst is in die zin fragiel financieel. We houden het hoofd boven water. Maar we hebben wel te maken met flinke risico's. We hebben ook echt bezuinigingen ingeboekt. Nou, die moeten de komende jaren gewoon gehaald worden. Dat gaan we in dat meerjarenbeeld zoals dat er nu ligt, gaan we daarvan uit. Maar dat moet ook nog voor een stuk natuurlijk gebeuren. We weten nog niet hoeveel die decentralisaties vanuit het Rijk, op het gebied van zorg, ja, dat maakt het ook lastig. Inkomen, hoe dat het zich gaat dat doen van het jaar, in de komende jaren. Dus we hebben gezegd van we doen het met het geld wat we ervoor krijgen. Maar ja, dat moet blijken in hoeverre het daar ook daadwerkelijk mee uit kan. Ja, precies. Dus dat is de punten en de komma's daarvan zijn nog niet duidelijk. Nee, precies. Dat is echt een risico. De gemeenteraad zelf heeft nog een aantal verzoeken gedaan in de vorm van moties om het een en ander uit te delen. Ik zeg het even oneerbiedig. Je zegt natuurlijk, ze zijn allemaal sympathiek, maar kun je er een paar uittillen? Nou, we hebben als college gezegd van we hebben meegekregen vanuit de raad natuurlijk het bloesemakkoord, het coalitieakkoord. Precies. Dus daarvan hebben we ook gezegd van ja, dat is natuurlijk wel buitengewoon prettig als daar gelden voor komen. Nou, wat dat betreft ook helemaal op koers, het onderwijs. Dat ligt ook op koers. En we hebben een aantal onvermijdelijke punten aangegeven waar geld gewoon naartoe moet voor het vervangen van een bruggetje enzovoort. Zo, ja, het kan niet zo zijn dat het bruggetje opeens weg is natuurlijk. Dat moet gewoon vervangen worden. En daarnaast waren er een enorme lijst aan wensen. Het waren 24 geloof ik. Hè? Ja, heel veel. En daarvan hebben we gewoon echt tegen de raad gezegd van zegt u maar van wat naar boven toe moet en waar extra geld naartoe moet. En dat is ook een mooi debat geweest de afgelopen week inderdaad. Ja, een daarvan die dat gehaald heeft is bijvoorbeeld het evenementenbeleid. Geld wat daarvoor vrijgemaakt is, 60.000 euro. Dit jaar staat die nog op de balans, hè? Vanaf volgend jaar niet meer. Nee, volgend jaar staat die ook nog op de balans. Dat heeft de raad overeind gehouden. Wat wel is gebeurd is dat voor de jaren daarna, dus dan praten we over 2017 en verder, het bedrag nog niet gefundeerd is. Het college heeft nadrukkelijk de opdracht gekregen om samen met organisatoren
te kijken hoe ze die kosten zouden kunnen drukken. Maar het gaat om een bedrag van 60.000 euro. En dat is voor heel veel verenigingen en organisatoren van evenementjes natuurlijk een heel groot bedrag. Ja. Als dat weg zou vallen. Uiteraard, dat klopt. Nou zit de overschrijding, hè, waar vooral de kosten in zitten, is ook wel redelijk beperkt tot twee evenementen. Uh-huh. De grote grote evenementen soeperen natuurlijk ook het meeste van dat budget op. En het is ook zo dat de afgelopen jaren ook stevast van deze overschrijding plaats heeft gevonden. Het college heeft aangegeven, ja, wil je eigenlijk zorgvuldig begroten, dan zou je dat bedrag structureel in de begroting moeten opnemen. Daarvan heeft de raad gezegd van, college, niet zo snel. We begrijpen dat het tijd nodig is om goed naar die kosten te kijken. Dus voor dit jaar en voor volgend jaar heeft u dat geld, die extra 60.000 euro. Maar voor de jaren daarna willen we echt dat u in gesprek gaat met de organisatoren. En dat zal vooral Appelpop Corso zijn natuurlijk. Ja. Om te kijken of die kosten in gezamenlijkheid omlaag te drukken zijn. Met name het CDA was tijdens die vergadering nogal keen op de centjes die uitgegeven zijn aan de accountant. Ja, het is zo dat de accountant meer kost dan dat we van tevoren hadden begroot. En wat ook natuurlijk meespeelt is van dat accountant verschrikkelijk laat is geweest met het afgeven van een verklaring. Tot op de dag van de raadsvergadering. Vier uur van tevoren. Ja, dat is wel. Dan zet je de loep erop natuurlijk bij de accountant. Ja, jij was not amused, heb ik me horen vertellen. Hoezo? Nou, ik was één not amused natuurlijk op de accountant zelf. Want ja, je moet dat allemaal zorgvuldig voorbereiden en brengen naar de raad. Dus als dat zo lang duurt, dan kun je ook natuurlijk wel voorspellen dat er vragen over komen. Mm-hmm. En dat hoeft helemaal niet, hè, want er lag een goedkeurende verklaring en dat was allemaal in orde. En de jaarrekening ziet er gewoon goed uit met een positief resultaat. Je hebt het liefst natuurlijk dat daar de aandacht naartoe gaat en niet dat een accountant veel te laat zijn stuk aanlevert. Ja, maar zo'n CDA die gaat vervolgens in reële kaarten aan de wethouder, of ging het puur over die accountantsverklaring? Het ging om de accountantsverklaring en over de meerkosten. Voor 2013, voor de jaarrekening 2013 zijn die afgerond. Dus er zal ongetwijfeld een rekening komen voor 2014. Maar het is de accountant van de raad, hè? Jazeker, maar ik heb goed meegekregen van dat we die rekening ook goed gaan bespreken met de commissiebeleidscyclus van de raad. Nou, dan kan daar geen probleem meer ontstaan. Laurens, je bent wethouder. En dat ben je eigenlijk al best wel lang. De toekomst. De tijd is voorbij gevlogen in ieder geval. Ja, en blijft natuurlijk een mooi vak, dat begrijp ik. En vooral met het project ook die je hebt kunnen realiseren. Mede dankzij jou. Jouw toekomst? Ja, nadrukkelijk mede dankzij mij. Want we doen het echt als team. Bescheidenheid ziet de mens. Dat blijft natuurlijk zo. Het feit is wel dat het allemaal gerealiseerd is. Bij de Schouwburg collega Driessen. Die is ook echt bij de provincie langs geweest. En heeft daar ook de miljoenen opgehaald. Dus het is geen eenmanswerk. We doen het echt allemaal met elkaar. En tuurlijk, maar de raad wil het. Die toekomst voor jou. Ja, ja, ik heb. Als het goed is, tot en met 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dus tegen die tijd moeten we de balans eens opmaken. En je hebt vast wel ideeën van, ik vind het zo leuk, ik blijf. Of je hebt zoiets van, ik wil eens verder kijken. Ik heb het ermee gehad. Dat zou goed kunnen, hè? Nou, als ik het ermee gehad heb, dan moet ik er morgen mee stoppen natuurlijk. Zou je dat ook doen? Dat zou ik dan ook doen. Want ja, dan ga je jezelf en ook de gemeente in de weg zitten. Dat moet je niet willen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Er is nog gewoon genoeg werk. Genoeg uitdaging. Ik weet ook zelf van, dit is met mijn 10e jaar ingegaan als wethouder. Dat is gewoon hartstikke lang, ook landelijk. En je bent nog jong. En ik ben nog jong, dus ik blijf niet tot mijn 65ste wethouder in Tiel. Nee. Wat de toekomst brengt, brengt de toekomst. Nou, en die toekomst die blijven wij volgen. Hartelijk bedankt. Nu aan tafel Nathan Gadissen, de fractievoorzitter van de PvdA. TTIP, daar gaan we over praten, Nathan. Ja. Of TTIP, wat is het eigenlijk? Het is TTIP, het is Engelstalig. En het is een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
En daar is op dit moment veel over te doen. In Nederland lopen we wat erachteraan. Met name in Frankrijk, Duitsland en België is daar veel over te doen op dit moment. Ja, en inmiddels heeft de Raad van Tiel een motie aangenomen. Ja, klopt. We zijn daarmee de eerste gemeente in Nederland die dat heeft gedaan. Moet jouw deugd doen, denk ik, hè? Dat moet mij zeker deugd doen, want de PvdA die heeft die ingediend. En TTIP is een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. En daar wordt eigenlijk de handel tussen de twee werelddelen of twee landen met elkaar, die wordt bevorderd. En er wordt gekeken. En daar is op zich toch niks mis mee? Daar is weinig mis mee. Er wordt gekeken van hoe kunnen wij nou die handel bevorderen tussen de Verenigde Staten en tussen de EU. En dus er wordt bijvoorbeeld invoerrecht. Hè, op het moment dat je een product uit Amerika laat komen naar Europa, dan moet daar in Europa invoerrechten voor betaald worden. Dan moet belasting over betaald worden. Dat wordt bijvoorbeeld bekeken van hoe gaan we dat wegnemen. Dus dat is één. Maar er zijn nog meer belemmeringen voor de handel tussen de Verenigde Staten en Europa. Die zijn er natuurlijk niet voor niets. Die zijn er soms. Soms zijn ze het wel voor niks. Soms is het een lastigheid. Noem eens een voorbeeldje, eventjes heel concreet. Als je een auto maakt, dan moet je van tevoren, voordat je die auto op de markt zet, moet je een botsproef doen. Hè? Je moet met die auto tegen een muur aanrijden en dan kijken hoe erg de schade is en overleeft die auto dat goed, ja of nee. En ik geloof, je pint me niet vast op de getallen, maar ik dacht dat in Europa moet je zo'n auto met 60 km per uur tegen de muur rijden. In Verenigde Staten moet dat met 50 km per uur. Heeft natuurlijk ook te maken met dat in Amerika miles heeft en in Europa met kilometers werkt. Maar dat is natuurlijk ontzettend onhandig voor zo'n autofabrikant. Want die moet zo'n auto twee keer testen voordat hij het op de Amerikaanse markt en op de Europese markt. Of hij zet de grens lager. Kan ook natuurlijk. Je moet echt met 10 kilometers per uur moet het. Dat eisen wel Verenigde Staten als Europa. Die blijven daar op een streep staan. Of 60 of 50. Bij 60 allebei goed. Ja, precies. Dat is dus het idee ook achter TTIP. Van we gaan dan één standaard trekken. We gaan bijvoorbeeld zeggen, zo'n auto moet met 60 kilometer per uur tegen een muur aan botsen. Okay. Maar er wordt bekeken van, ga je dan 60 nemen? Ga je dan 50 nemen? Ga je in het midden zitten? Dat wordt op dit moment wordt daarna gekeken en dat kan per productgroep verschillen. Met andere woorden, er zijn een aantal oplossingen om die belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen van nou, we gaan het voortaan met 60 km per uur doen of met 50 km per uur. Je kan ook zeggen, Amerikaanse bedrijven die naar Europa een auto in Europa willen verkopen, die mogen nog steeds hun eigen standaard aanhouden. Dus die mogen de Amerikaanse standaard gebruiken en Europese bedrijven moeten de Europese standaard gebruiken. En Amerika is toch maar niet zo streng. Nou, nee, tot zover van Babette. Wat heeft dit nou met Tiel te maken? Met Tiel heeft het te maken. Allereerst is het natuurlijk, kan je afvragen wat het betekent voor Tielse ondernemers. Want als Amerikaanse bedrijven Nederland komen, naar Tiel komen, en die moeten daar aan de Amerikaanse standaarden voldoen, dan zijn ze zwaar concurrent voor bijvoorbeeld Tielse bedrijven. Dus om een voorbeeld te geven, de agrarische sector heeft hier al op gereageerd. Die heeft al gezegd van ja, hoor eens eventjes, Amerikaanse regels die zijn veel losser. Soepeler. Ja, veel soepeler. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Amerikanen doen heel weinig met dierenwelzijn. In Nederland moet je daar een strenge eisen voor doen op dierenwelzijnsgebied. Dat betekent dat Amerikaans vlees en Amerikaanse eieren veel goedkoper gemaakt kunnen worden, die hoeven niet aan die eisen te voldoen, dan Nederlandse eieren en Nederlands vlees. Nou, en daar is men bezorgd over, want men zegt als wij als Nederlandse boeren moeten gaan concurreren met Amerikaanse boeren, dan gaan wij het loodje leggen. Goed, en toen kwam daar de Tielse gemeenteraad, de motie van de Tielse PvdA, over TTIP. Ja. En wat hield die motie nou precies in? Want jullie zijn niet tegen het verdrag. Ja, dat ligt eraan hoe het verdrag. Kijk, het verdrag is nog in onderhandeling. Dus het is heel moeilijk te zeggen of je nu voor of tegen dat verdrag bent. De PvdA is niet tegen de principes van het verdrag. Wij vinden het goed als de handel, als dat bevorderd wordt, daar kunnen Nederlandse bedrijven ook van profiteren. Maar er zijn een aantal onderdelen van het verdrag waar wij kritisch over zijn. Mm-hmm. Ja, maar er zijn ook een aantal onderdelen die invloed kunnen hebben op onze eigen regels die wij als gemeenteraad stellen. Om een voorbeeld te geven. Het ligt eraan, de handelsbelemmeringen worden weggenomen, maar dat is de vraag van wat is een handelsbelemmering? Om een voorbeeld te geven, waar zitten als gemeente Tiel, hebben wij met andere gemeenten zitten we in de AVRI, de afvalverwerker hier in de regio. En dat is, wij zijn daar als gemeente baas van, wij runnen die toko. Maar je hebt de commerciële afvalbedrijven.
Op het moment dat een Amerikaans afvalbedrijfje zich hier wil vestigen, dan kunnen ze zeggen van wij hebben last van het feit dat de gemeente Tiel en andere gemeenten in de regio hun afval naar de Avri brengen. En, dus een claim, bijvoorbeeld? Ja, een ander onderdeel van TTIP is namelijk dat je schadeclaims kan indienen ten aanzien van de overheid. Ook als dat gewoon in wet en regelgeving is geregeld. We hebben wet en regelgeving gemaakt om de Avri op te tuigen. Maar als die wet en regelgeving Amerikaanse bedrijven in de weg zit, dan kunnen ze daarvoor een schadeclaim indienen. En dat kan bijvoorbeeld bij de Avri gebeuren. Als een Amerikaanse commerciële afvalverwerker zegt, wij hebben last van de Avri, dan kunnen ze daarvoor de gemeente Tiel, zouden ze kunnen aanklagen met TTIP. Ja, en dat is niet ondenkbaar, hè? Want Amerika heeft al veel meer verdragen met andere landen en werelddelen. Ja. Mexico is een voorbeeld. Ja, Mexico en Canada. De Verenigde Staten hebben een verdrag met Mexico en Canada. En het is op dit moment zo dat Amerikaanse bedrijven, die hebben al in zowel in Canada, ik geloof in Canada, voor 170 miljoen aan schadeclaims gekregen. En ten aanzien van de Mexicaanse overheid voor 200 miljoen. En er liggen nog heel veel meer claims. Dat is ook wel interessant. Er is ook bijvoorbeeld zo'n verdrag tussen, ik geloof tussen Zweden en Duitsland. En Duitsland die is bijvoorbeeld strenger geworden op het gebied van kernenergie. Die zeggen, wij willen minder kernenergie hebben in Duitsland. Daar heeft een Zweeds bedrijf last van. Ondanks dat het allemaal keurig in wet en regelgeving is geborgd, ligt op dit moment een schadeclaim bij de Duitse overheid van 30 miljard euro. Dus dat zijn serieus geld. Ja, daar praat je over hele grote bedragen. En ja, je moet altijd kijken van wat is de kans dat iets gebeurt, maar ook wat is het gevolg wat iets gebeurt. En je kan je afvragen van hoe groot is de kans dat Tiel te maken krijgt met een claim op TTIP-gebied. Aan de andere kant, al is die kans heel klein, op het moment dat we met zo'n claim te maken krijgen, dan moet je wel echt fors geld gaan betalen. En dan kan je Amerikaanse bedrijven, ja, dan kan je gigantische boetes betalen. Nou is het natuurlijk niet zo dat dankzij die motie van die Tielse gemeenteraad met in front de PvdA van Tiel, dat men zegt, nou, dan gaat het hele verdrag niet door. Nee. Maar het is wel een signaal wat je afgeeft. Ja, nou, het is niet. Ik denk niet dat Obama hier heel erg van schrikt, natuurlijk. Maar wat wel zo is. Heeft hij al gebeld trouwens? Nee, die nog niet. Wel overigens iemand, dat vond ik wel opmerkelijk. Er heeft wel iemand gebeld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die geïnteresseerd was in van wat is nou voor een motie aangenomen, wat is de achtergrond daarvan, zonder dat wij nog een brief naar het ministerie hebben gestuurd. Die zei dus valt dus op in den landen? Ja, ja. Nog meer reacties gekregen daarover? Ja, ik heb binnenkort ook een telefonisch interview met het blad van de PvdA, lokaal bestuur, het blad van de afdelingen van de PvdA. Mm-hmm. Dus ook dat gaat komen. Ik ben op een bijeenkomst van TTIP geweest. Daar ben ik door diverse mensen aangesproken. Goh, ik hoor dat Tiel die motie heeft aangenomen. Kan je die naar mij opsturen? En wat ik ook wil doen is hem naar andere PvdA-afdelingen sturen in het land. Om ook daar hen te wijzen op dat dit speelt. Culemborg die behandelt hem binnenkort in de gemeenteraad, weet ik. De fractievoorzitter van de PvdA die heeft hem daar ingediend. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, het lijkt nu net alsof het een Nederlands feestje is of een Tiels feestje is. Maar in andere landen is het al heel gebruikelijk om dit soort moties aan te nemen. Wij zijn niet uniek daarin. In België zijn geloof ik al 60 gemeenten. Nee, maar de Tielse PvdA heeft het gewoon opgepakt. Ja, wij hebben het gezegd van, nou ja, andere landen zijn daar al mee bezig. Duitsland, Frankrijk, België, 60 gemeenten in België, waaronder Brussel. Dus ook geen kleine gemeente. En wij hebben gezegd van, ja, als die landen er zo mee bezig zijn, waarom zijn we dan in Nederland nog niet zo mee bezig? Wij hobbelen daar als Nederland wat achteraan. De gemiddelde inwoner weet nog niet wat TTIP is. Het is ook lastig, het is ook een lastig onderwerp. Maar het is wel een onderwerp wat hele grote invloed kan hebben op hoe we dingen in Nederland regelen. Kijk, als het uiteindelijk de risico's mede dankzij zo'n motie ingeperkt wordt en het levert alleen maar pluspunten op, dat is het alleen maar goed. Ja, daarom. En wij vinden eigenlijk dat meer gemeenten een signaal zouden moeten afgeven. Het heeft echt hele grote invloeden. Je kan bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is boren naar schaliegas. Er zijn heel veel gemeenten die zijn daar tegen. Wij in Tiel hebben ook zo'n motie aangenomen. Hè, van wij willen niet dat er in Tiel naar schaliegas geboord wordt. Op het moment dat je TTIP hebt, als dat verdrag er is, en er komt een Amerikaans bedrijf, die zou dan ook, ondanks als we zeggen van wij willen het hier niet hebben, die zou dan ook in Nederland naar schaliegas kunnen gaan boren. Nou, dat soort voorbeelden. Ondanks dat wij dan zeggen in Europa willen dat niet hebben, kan zo'n Amerikaans bedrijf dat dan toch aan overroelen. Ja, omdat het Amerikaanse wet en regelgeving zet dat het daar wel mag. Om een ander lokaal voorbeeld te geven, waar we in Tiel het fantastische feest Appelpop. Dat wordt gerund door vrijwilligers.
ja, het is ongelooflijk, maar het is echt een vrijwillig initiatief. En wij als gemeente Tiel sponsoren dat. Dus wij dragen daar een potje aan bij. Op het moment dat er een Amerikaans bedrijf zou zijn wat een commercieel feest organiseert. Ja, de Apple Boys willen trouwens wel iets meer centjes hebben, hoor. Ja, klopt. Maar daar gaan we nog over met ze in gesprek. Althans, de wethouder en de burgemeester. Mm-hmm. Maar op het moment dat er Amerikaans bedrijf zegt, wij organiseren ook een feest en wij hebben last van Appelpop, want daar gaan mensen heen en die zouden naar ons feest moeten komen, kunnen ze ook daarvoor een schadeclaim indienen bij de gemeente Tiel. Ja, dat zijn zaken die moet je niet willen. Hé, hey, nou we het toch over Appelpop hebben. Er is best wel wat commotie geweest, hè? Ja. Over van het aantal mensen, bezoekers, dat de burgemeester zich wil bemoeien met de programmering. Ja. Als het gaat om het slot. Wat vind jij daarvan? Nou, je moet goed in overleg zijn met elkaar. En ik ben blij dat dat overleg nu wel goed wordt opgepakt. Ja, hoe vind je dat het aangevlogen is in eerste instantie? Want het was een besloten vergadering. Hè? Daar kan niet over gesproken worden wat daar allemaal beslist is. Maar ik kan me zo voorstellen dat de burgemeester, en dat is op zich ook logisch van, ja, luister eens, als er iets gebeurt, ik ben de eerst verantwoordelijke. Ja, en daar heeft en dat wil ik niet hebben. Maar daar heeft hij natuurlijk een punt in. Maar je ziet verschillende gemeenten. Maar goed, tot hoe ver ga je, hè? Dat klopt. Ik denk ook dat het je vooral moet gaan hebben inderdaad over veiligheid, bezoekersaantallen en dat soort zaken. Van, hoe zorg je nou ervoor dat het voor bezoekers een veilig feest is en dat het ook een mooi en prachtig feest blijft. Maar met name de club achter Appelpop, dat is de Stichting Muziekstad Tiel. Die jongens waren natuurlijk not amused met hoe het gelopen is. Nee. En dat is op zich natuurlijk ook wel te verklaren, want die zitten er met ziel en zaligheid in. Tuurlijk. Ja, maar je hebt natuurlijk ook andere verantwoordelijkheden. Hè? De Appelpop. Andere belangen, ja, natuurlijk. Die willen een heel goed en geweldig feest organiseren. Natuurlijk wil de gemeente dat ook. Dat doen ze helemaal fantastisch. Maar je moet als gemeente natuurlijk, en met name de burgemeester, die zit wel van, ja, het moet allemaal wel veilig verlopen. En dat hij van daaruit zegt, vanuit zijn rol als de eerste verantwoordelijke voor de veiligheid, zegt van, ja, we gaan toch goed kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zeker weten dat dat feest veilig verloopt. Dat hij daarvoor maatregelen neemt en in gesprek is met Appelpop. Ja, dat lijkt me een goed iets. Alleen moeten we op een gegeven moment wel tot elkaar gaan komen. En ik heb het idee van, het is eventjes een dipje geweest, het gaat nu wel weer beter. Mm-hmm. Ik ben van overtuigd dat ze nadat tot elkaar gekomen, de gemeente en Appelpop. Dus het valt uiteindelijk allemaal wel mee. Ja, ben jij als fractievoorzitter van de PvdA tevreden met hoe het nu gaat in de raad? Ja, zeker. Ja, nee, dat gaat. Volgens mij is de sfeer goed. Constructief wordt er nagedacht. Kunnen jullie onderling, als je kijkt naar die coalitie, elkaar goed begrijpen? Bijvoorbeeld bij die perspectievennota. Ja. Was er ook nog een switch van D66 bijvoorbeeld rondom het kunstgrasveld van Wadernooijen? Ja, klopt. Eerst wel, toen niet. Dat was op zich graag. Als u wil weten van hoe dat precies zit, dan zou ik zeggen, nodig de fractievoorzitter van D66 uit. Ja, maar je zult er vast wel een idee over hebben. Nou ja, wat wel van belang is geweest. Is het gewoon een missel geweest, denk je? Nou, ik denk dat ze zijn overtuigd dat het op een andere manier had gekund. En het CDA heeft dat goed betoogd. Er staat 7,5 ton voor de dat is een bedrag natuurlijk. Ja, en dat is gewoon heel veel geld. Als we kijken naar het TEC, vorig jaar dat kunstgras gekregen. Ja. Dat kostte 3,5 ton. Volgens mij 3,5 ton. Oftewel, Wadernooijen moet opnieuw huiswerk doen. Nou, weet je wat het is? Is dat jouw verhaal? Er zit wel een verschil in. Kijk, Wadernooijen praat je over 1,5 veld en bij TEC was het 1 veld. Maar dan nog 3,5 versus 7,5 ton. Dat is nogal een groot verschil natuurlijk. Ja. En 7,5 ton, ja, 750.000, hè? Dat is serieus. Ja. En vooral in deze tijd. Ja, precies. Tot slot, Nathan, waar gaan we naartoe in Tiel de komende tijd? Dat is een hele open vraag. Ja, dat klopt. Dan moet je jezelf ook helemaal invullen. Nou. Ik bedoel natuurlijk wel politiek gezien. Nou, politiek gezien, ik denk dat. Eigenlijk doe ik daar een klein beetje mee op, hè? Sterk bestuur, dus Tiel, herendelen of samenwerken, hoe zie jij dat? Nou, we zijn op dit moment goed aan het samenwerken met Culemborg en Geldermalsen. En er wordt steeds meer vorm aangegeven. We hebben vorige keer ook in de raad, de raadsvergadering daarvoor, besloten om ook echt met Culemborg en Geldermalsen op een aantal zaken te gaan samenwerken. En dat te is natuurlijk van, alleen maar prima. Ja, dat is hartstikke goed. Ik denk dat je daar ook van moet hebben. En dat is stap 1. En waar stap 2 en stap 3 zijn, dat zien we dan wel weer. Nee, maar wel, hoe denk jij daarover? Nou ja, weet je, het zijn wel verschillende gemeentes. Dus misschien is op termijn bijvoorbeeld de ambtelijke fusie zou mogelijk kunnen zijn. Maar of je nou echt herindelen, dat is echt nog een brug te ver op dit moment. Hey, ik ga je bedanken voor het gesprek. Ja, graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.